Bonjour. 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 Bonsoir. 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 Welkom Friesland. Dankjewel. Friesland is uit Frankrijk. Hallo. Hoi. Friesland komt en alle soort met kroppen. Ik heb toch permissie om in. Job TV, of Laurens TV. We zijn er aangekomen en hoe was de reis? Nou, wel goed, maar wel. Ja, best. Een beetje hard, of niet? Ja. Nee, echt wat hard is dat. Ik vind het hard. Hey, je wil even uw naam zeggen? Ja, Hendrikke de Boer. Hendrikke de Boer. We zijn net aangekomen na een hele lange busrit. Ja. Hoe vond je de busrit? Afschuwelijk. Wat verwacht je van de week? Veel lol. Veel lol. Ja. Die ga jij wel maken, denk ik. Ja. Dat was in de bus ook al zo. Ja. Ja. Hendrikke, zul je naam niet vergeten? Okay. Nou, misschien spreek je aan het eind van de week nog even. Is goed. Oké. Okay. Moet je aan de camera vertellen. Heb je nog een leuke mop? Heb je nog een leuke mop? Ja. Ja, we moeten even wennen aan het niveau. Dus we beginnen gewoon simpel. Ja, oké. Okay. Er zitten twee Belgen in de auto. Staat erachter voor het rode licht. Zet die ene Belg tegen die andere. Het is groen. Waarop die andere Belg zegt. Ah, die is makkelijk. Een kik. Nou, goed. Ja, je moet er even houden. Begin even. Ja? Moet ik nog even oefenen? Nee, ja. Jongens zo gek krijgt ze jullie ontbijt op bed brengen. Yeah.
Zo. We staan nu op de barrages. Het is, moet je kijken hoe diep dat is daar. Ja. Vind je niet diep? Ja. En wat vind je nou van de barrages zoals je nou hier staat? Mooi. Mooi? Nog één? Ja, maakt het mooi. Dat is een fressen over. Nog een hoi. Hé, Hiele. Heel even. Hé, hey, ja, goed zo. Oh, wacht even. Oké. Okay. Ja,
Hey! Dan gaat ze daar bijna lang uit mee. Kom op! Dit is een leuke stap. Straks door. Baan 2, de heldertjes. Baan 3, waar niks ligt, dat zijn de laantjes. Souvenir bij in mijn wollen uit het dorp bij. Hou we hier echt een heining van Milde Corrèze. Dat is echte honing van bijen, dat wordt hier dus maken. En dan, dus als een souvenir van mij hebben we voor de familie, dan kies dan voor het keetje. Winkeltje. Oh ja, bij het winkeltje. Supermarkt. Ik heb het niet in mijn buik!
Zal ik je een handje geven? Dat is ook voorbereid. Zal ik je een handje geven? Ik heb een handje. Ga je. Ja. Nou, dat ook tegen. Zeker dat. Even doorgeven, met z'n allen peter. Oké, 3, 2, 1. Dat zijn hier 200. We hebben 200. Nee, we hebben. Moes dat wel. Dus je denkt natuurlijk aan Arjen en Erik, maar. Dus je. Moes dat wel. We hebben 200. Amis. Amis. Nee, dus je. Moes dat wel. Ja, je. Afval is hebben. Dus je. Wat doe je daar? Ik heb hem weer niet opgenomen. Zal het ook nog zijn? Ja, weg eens af, hè? Zon zonder gaan. Hoeveel heb je nou gehad in 2 dagen? Weet ik niet. Veel! Goedenavond, tjonge jongen, wat een showtje dit hier al. Je hebt niet eens geluid. Maar goed, dan gaan we nu beginnen met TV Loos College. Dan, het eerste onderdeel van vanavond is de moppertop. Oh ja, shit. Naast mij zit mijn collega Ella Klaringa. En naast mij, fucking Nicolai. Dan krijgen we nu het eerste onderdeel van vanavond, de moppertop van deze dag. Meneer Vespert. Die bouwvakkers bogen op een flat. Een Belg, een Fransman en een Nederlander. Die Belg kijkt tussen zijn brood en zegt: ah wel, alweer Sjem, morgen weer Sjem, dan spring ik hier naar beneden. Zegt die Fransman: merde. Eh bien, encore du poot, du pas du rein, alweer die kaas, morgen weer kaas, ik spring naar beneden. Die Nederlander die kijkt naar zijn brood, ziet daar hagelslag tussen en zegt: morgen weer hagelslag, spring ik erachteraan. Afijn, je raadt het al, andere dag, de Belg kijkt, ziet daar Sjem tussen zijn brood, springt acuut over de rand, valt te pletter. De Fransman, merde, springt erachteraan, ook kaas tussen zijn brood. De Nederlander, ziet zijn hagelslag, springt er ook achteraan, drie man, hartstikke dood. De volgende dag zitten de Franse vrouw, de Nederlandse vrouw en de Belgische vrouw bij elkaar te treuren, zegt de Franse vrouw: je ne comprends pas. En je altijd zeggen: vive l'amour, vive la Patugin, ik hou van de Patugin. Zegt de Nederlander: ik snap er ook niks van. Mijn man die zei altijd: ik ben gek op hagelslag. Toen zegt die Belgische vrouw: en wel, ik snap er helemaal niks van. Hij maakt altijd zelf zijn brood klaar. Wel, dan komt nu Henk met sport en spel. Ja, natuurlijk zitten we allemaal te wachten op de uitslag van sport en spel. Ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken voor de inzet die jullie getoond hebben vanmiddag bij die spelletjes, zoals zaklopen en het fietsen met een appeltje. Goed, Harry? En voordat ik daaraan begin, wil ik alvast vragen, als degene die gewonnen heeft, de ploeg die dus als eerste geëindigd is, direct vanuit de eetzaal hier naar boven toe komt, om even de fles wijn in ontvangst te nemen. Op de derde plaats geëindigd de Versteegjes met 139 punten. Op de tweede plaats de Stokertjes met 146 punten. Dus op de eerste plaats de Bakkertjes met 160 punten. Ja, daar zijn we dan, met de ploeg hier die gewonnen heeft. Ze stellen zich even voor. Jij bent
Hoe heet je? Ellie. Ellie. Sonja Bakker. Sonja Bakker. Willem. Willem. Ilse. Ilse. Houkje. Houkje. En? Ik zo wel. Zijn toch de kanjes die op een gegeven moment 140 punten hebben verzameld? Nou, we hadden gezegd de fles wijn in staat. Die is voor jullie allemaal. Mogen jullie gewoon vanavond nog leeg drinken. Ik zal hem aan de captain, laten we hem captain maken, uitreiken. Kerel, gefeliciteerd en drink hem lekker op en een zoen van de juffrouw. Goedenavond, dit is het weer, gepresenteerd door Piet Paulsman. We gaan het eerst hebben onder het weer van vandaag. Hier in dit gebied waren zware regenbuien met zware vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. En hier waren zware sneeuwbuien. En het weer voor morgen is niet veel anders, alleen we hebben nog één dingetje bij. We hebben kans op instortingsgevaar bij grotten. Dit is helemaal niks te zien. Links lopen twee verdwaalde koeien. Merk onbekend. Zijn wel aardig bruin, loop je vast al een tijdje mee. Het gebied waar we hier komen heet La Rivière. Nee. Dat moet ze even wegbrengen. Zwaar ik ben, 132 kilo. Ja, ik compenseer alles wat jullie niet opgeven. Dus. Is dat inclusief je buitenbeugel? Dat dacht ik gisteren. Nee, dat is net na het jij compenseert alles wat ik niet meeneem. Mensen met een kutgebit moeten die even eruit doen hoor. Dus. 132, ja. Ja, schijn maar op. 132. Ik heb wel gehad. We hebben nog even op. Ja, we gingen wel naar. Ik moet niet dat ze het allemaal optellen. Jeetje, wat een werk. Ga ik voorlezen? Ja, doe maar. Je moet wel belangrijk werk doen, Nico, vind ik. Waar je voor je uitgekozen bent vanochtend. Nee, stom. Hè? Ja, dat mag. Wel mag niet iedereen dit soort dingen doen. Ik heb telefoon gemaakt. Echt wel een beetje special. 70? 51? 55? 63? Even kijken. Alle mensen die 54 kilo zijn, die moeten er even uit. Die moeten even de show de boelballen uit onderhalen en dan even over de brug brengen, want dat is te zwaar. Dus alle mensen van 55 kilo even de bus uit, graag, nu. Meneer Van Overhegen weer 110. Opgelet hebben, er was een potje van 3 ton en de bus die weegt 12 ton, dus we hadden 8 ton te veel gewicht. Maar normaal gesproken rijden we er gewoon zo overheen met iedereen erin. Ik wil iedereen bedanken voor zijn medewerking om de show de boelballen even over de brug te dragen. En jullie zien het resultaat vanavond wel weer in het journaal.